We gaan het zien. 3, 2, 1. Yes, welkom bij een nieuwe Brawl Star video. Mijn naam is Mick en leuk dat je kijkt naar deze video. Ik vind het super tof dat jullie weer kijken. En vandaag gaan we iets doen in Brawl Star wat ik lang niet heb gedaan. En dat is namelijk mijn megadoosje openen. Jazeker. Namelijk, ik heb op dit moment alle knokkers. Zoals je kan zien, ik heb er 37 van de 37. En ik heb ze ook bijna allemaal op rang 10 op dit moment. Op 2, of ja, kracht 10, sorry, moet ik zeggen. Op 2 knokkers na, namelijk de nieuwe knokker Nani. Die heb ik nog op kracht 4, dat kan veel hoger. En Gil heb ik op kracht 9. En deze twee knokkers, die wil ik natuurlijk ook op kracht 10. Nu zag ik een aanbieding in de store. En dat kostte 5,50 euro. En heet, het is juli. En dat klopt. Het is nog echt 2 dagen juli. Dus we gaan deze aanbieding lekker kopen. Bang bang met 5,50 euro. Pijn uit mijn hart. Maar als jullie even een duimpje omhoog doen en abonneer op dit kanaal, dan zou ik dat super tof vinden. Want 70% is nog niet geabonneerd op dit kanaal. En dat is gewoon heel veel. Dat is erg veel. Laten we dat proberen 60% te maken. Abonneer even hier beneden. Oké, 80 keer edelstenen krijgen we sowieso. Dus we kunnen dadelijk nog een megadoosje openen. Ja, zeker weten, dames en heren. 700 munten krijgen we ook. En dus de megadoos. Kunnen we hier sterrenkracht uit krijgen? De kans is echt 0,01%. Maar ja, we gaan het zien. 3, 2, 1. Bang. Het is 1 resterende item. 200 munten. En dus krachtpunten voor Nani. Wel heel veel krachtpunten. Oké. Ja, we krijgen dus 141 punten voor Nani. Dat is... ja... chill, want kunnen we daar weer upgraden. Maar we hebben nu ook weer 100 edelstenen. Dus dat betekent dat we een megadoos daarmee kunnen openen. En dat gaan we natuurlijk lekker doen. Bang, bang. 3 resterende items. What the fuck? Huh? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe, letterlijk, hoe kan dat? Huh? Huh? Oké, we gaan het zien. Oké, we krijgen krachtpunt voor Nani. Oh mijn god, we krijgen een gadget voor Nani, of niet? Is dat het? Ja. Huh? Oh. Huh? Oh, we krijgen... je kan natuurlijk 2 keer een sterrenkracht... per knokker krijgen. Oftewel, we hebben nu onze 2e sterrenkracht voor Poco. Ook in de pocket. Dat was ik helemaal vergeten. Want ik ben echt dom. Ik ben echt dom. Oké, krijgen we nog een sterrenkracht? Jazeker. Voor Colt, we hebben gewoon 2 sterrenkrachten in 1 megadoos. Nou, die kans was ook 0,01%. Let's go. Dit was een goeie hoor. Holy shit. Oké, dat is sick. Let's go. We gaan even Nani upgraden. Bang, bang. 2 keer kunnen we upgraden zelfs. Dan is hij kracht 6. Hij kan nog helemaal geen gadget. Dan moet nu nog 1 omhoog. Maar we hebben even geluk, want we hebben ook nog wat grote dozen in onze... of ja, we hebben 1 grote doos nog van de Brawl Pass. Bang, bang. En dan krijgen we ook weer wat punten voor Nani 79. Oké, als we nu nog even 1 potje spelen, dan krijgen we eigenlijk nog een grote doos. Dan kunnen we hem nog een keer upgraden. En dan is Nani toch wel kracht 7. En dan kunnen we dus ook een gadget voor hem krijgen. Dus dat is super tof. Laten we even een potje met Nani gaan spelen. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ik vind Nani best wel een goede knokker. Hij doet gewoon heel erg veel damage. En dat vind ik gewoon chill. Ik kan zeg maar letterlijk met 3 kogels die Frank killen. En Frank die heeft veel HP, bro. Dus dat is sick. Oké, maar ja, dan moeten ze wel alle 3 natuurlijk raak gaan. Oké, let's go. We hebben nu ook al 2 krachtpunten. We worden dus ook gewoon lekker steeds sterker. Dat is helemaal top. Oké, kijk. Ja, dan moeten we zeg maar Frank wel raken. En Frank kan mij elke keer 2 klappen killen. Dus dat is een beetje, jammer. Dat zit er nou eenmaal ook bij. Oké, kom op, Frankie. Ja, een doezoe gewoon. Oh, Frank tegen. Oké, dit kunnen wij mooi afmaken. Kom op. Even lekker bemoeien en hoppakee. 6 krachtpuntjes erbij. Let's go. We hebben daar een andere Nani. Ja, die killen we sowieso. We hebben veel meer krachtpunten. En we zijn waarschijnlijk ook hoger krachtlevel. Ik one-hitte hem letterlijk. Let's go, bro. Nog 4 knokkers over. 8 krachtpunten. 6200 HP met Nani. Dat is best wel goed. Noni, zou je bijna zeggen. Oké, waar zijn die andere knokkers? Nog een Noni. Oké, Noni. Kom maar hier, bro. Kom hier, bro. Je weet, je gaat eraan. Je weet, je gaat eraan. Je weet het gewoon. Kom op. Dankjewel. Oké, en dan nog even dit. Oké, hij is best wel goed eigenlijk. Oké, die Jackie. Ja, dat ga je niet winnen. Dat ga je niet winnen, vriend. Dat ga je niet winnen. Het zijn alleen maar Nannies. Letterlijk 2 Nannies en een Jackie. Al heb ik wel de meeste punten, dus dat is chill. Oké, kom op hier, kom op hier. Kom maar, let's go. Oké, die hebben we ook. En dan doen we op deze knullo. Zo, hopzakee. Doen we even mijn ult. Dat is een one hit. Dan zitten we nu in een showdown. En een showdown met Jackie. En ja, pak jij maar even lekker die krachtpunt daar. Kom maar hier. Ik moet gewoon afstand houden van Jackie. Want als Jackie dichtbij komt, dan is het game over. Letterlijk echt game over, pik. Waarom kan ik hem niet raken? Kom op, kom op. Kom even tevoorschijn. Jackie, kom eens hier, Pikkie. Gaan we zo doen. Moet ik echt wachten tot je uit die fucking storm komt? Blijkbaar wel. Ja, weet je wat het is? Ik denk dat ik die Jackie 2 hit nu, maar ja, hij mij ook. Dus we killen elkaar allebei in 2 hits. En dat is een beetje fucked up. Waarom?
de F. Oh, hij staat gewoon letterlijk in de storm. Oké, kijk, dat is 1. Dat is 2. En nu heb ik geen aanval meer. En dat is fucked up, maar we hebben hem alsnog. Let's go. Oké, we zijn de winnaars van deze. Je bent eerste. Let's go. Plus 10 krachtpunten. Ook naar rang 7. Alweer. Let's go. En dan krijgen we ook nog eens 44 plus 88. Oké, dat is nice. Kunnen we nu een grote doos? Net niet of net wel? Nee, net niet. Nog 34. Oké, dan moet ik nog 1 potje spelen. Ik kan ook even kijken of ik misschien nog makkelijke opdrachten heb. Nou, het is niet echt makkelijk. Het win 6 gevechten, dat is best wel even spelen. Dat zijn letterlijk de meeste gewoon min 6 gevechten. Nee, we hebben niks echt super makkelijks op ons pad. We gaan wel even lekker met een andere knokker spelen, omdat ik daar zin in heb. We hebben namelijk Colt hier en die heeft een nieuwe sterrenkracht. Colt verplaatst wel 10% sneller. Oké, dat vind ik een beetje een saaie sterrenkracht. Maar we hadden ook voor Poco dus een nieuwe sterrenkracht gekregen. En die van Poco was, als Poco's aanval vriendschappelijke knokkers raakt, dan herstelt zijn gezondheid met 700 punten. Vriendschappelijke knokkers raakt. Ja, oké. Maar daar heb ik dus niks aan in de solo showdown. Alright, oké, laten we even kijken. We gaan gewoon een random knokker spelen. Ik klik maar wat. Het wordt een Max. Oké, dat is niet per se mijn favoriete knokker. Maar volgens mij, als ik het goed zag, nog één spotje met een win, dan gaan we wel een rang omhoog. Dus dat is super chill. Hij is wel lekker snel, dus dat is wel altijd fijn. Zo'n Jackie, ja, die moet wel even moeite doen om dicht bij mij te kunnen komen. Maar ja, die gaat natuurlijk nu al de hele tijd lekker schuilen. Ja, ga maar lekker weg, Jack. Ga maar lekker weg. Ik pak lekker deze kist hier. Bang. Bang, bang. Hoppakee, die is van mij. Let's go. Oké, dan gaan we gelijk lekker door. Hoppakee. Waar gaan we heen? Ik heb nog geen idee. Waar gaan we heen? We gaan lekker naar het midden toe, denk ik. Wat hebben we hier? We hebben hier een Piper. Oké, we hebben hier gewoon lekker kistjes. Kistjes voor deze, bro. Kistjes voor deze. Kom op, dan pakken we die. Dankjewel voor het openmaken. Hoppakee, pakken we die ook even lekker mee. En dan pakken we deze nog lekker mee. Oké, bang, bang. En dan weg. Dat was risico's nemen. Oké, we hebben daar een B op de pad. En die komt heel dichtbij. En dat is game over. Net ook maar. Maar dat, ja, het was heel stom eigenlijk van dat hij dichtbij mij kwam. Want hij is toch iemand die op long range shots moet spelen. We hebben wel 6 krachtpunten. Oké, dit gaat weer de goede kant op. Waar zijn de tegenstanders? Ik zie jullie niet. Ik vind het altijd heel eng om door een bosje te lopen. Je weet niet of er een Jackie of zo in staat, snap je? Oké, kom op. Die pakken we ook even, zou je denken. Oh mijn god. Oké, even kijken. Even je HP bij krijgen. Even uitrusten. Eventjes rust. Oké, wat hebben we hierboven? Hierboven hebben we een bow. Oké, dan gaan we op afsprinten. Kom maar hier, bow. Kom maar hier. Bang, bang. Oh mijn god. Oké, dat ging goed. Dat ging helemaal goed. Oké, nog 2 knokkers over. Oké, Dynamike. Even kijken, dit komt ook weer goed. Let's go. En dan hebben we nog 1 knokker over. En we hebben zelfs onze ult. Dus we kunnen van dichtbij deze persoon gaan aanvallen. Ik hoop niet dat het een Jackie ergens in een bosje is. Als dat wel zo is, dan schrik ik mijn hoedje. Het is wel Jackie, maar dat maakt niet zoveel uit. Oké, ja, Jackie is ook van dichtbij. Dus je moet me wel van dichtbij hebben, bro. Maar dat gaat je niet lukken, want ik heb veel meer krachtpunten. En we hebben deze ook gewonnen. Let's go, je bent eerste. Let's go. Hoppakee, rang 15. Dat is ook super chill. Krijgen we 200 van die sterren. Punten uit. En ik denk ook omdat we rang omhoog zijn, kunnen we nu dus de grote doos gaan openen. En dat gaan we ook zeker doen. Dankjewel voor de puntjes. Hopsakee. Dan gaan we even naar beloningen. Een grote doos. Bang bang. En de resterende item. En dat zijn 36 punten voor Nani. Dat is net te weinig. What the fuck doe je me aan? What the fuck doe je me aan, grote doos? Groot vriend van me. Even kijken. Kunnen we nog iets doen in de winkel? We hebben echt 10 punten tekort, hè? Of anders konden we nog een grote doos openen. Even kijken. Zoals je ziet, we hebben net krachtpuntjes tekort voor Nani. Dat is super tof. Maar wat wel een megadoos wel echt super sick was. We hebben trouwens ook een gadget nog voor Gil, die ik helemaal niet heb gezien. Gil laat zich peerplank vallen die zowel vriend als vijand de lucht in lanceert. Oké, die heb ik trouwens wel gezien. Daar heb ik nog mee gespeeld ook. Kijken. We kunnen ook geen skin. Met 20 edelstenen kan je letterlijk helemaal niks. En je kan ook niet even 10 edelstenen kopen. Dat is wel erg jammer. In ieder geval, dames en heren, ik denk in de volgende video's gaan we ook onze goede vriend Nani krijgen op kracht 9. En dan is het even aftellen. En dan hebben we elke knokker dus op kracht 10. Dan hoop ik eigenlijk dat er wel weer snel een nieuwe knokker komt. Want anders, anders wordt het een beetje saai. Je wilt toch wel telkens weer een nieuw doel hebben. Mijn doel is nu ook natuurlijk om 10.000 trofeeën aan te tikken.
wat ik eigenlijk al lang zou moeten hebben. Maar ja, ik heb het nog niet. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Laten we ook nog even kijken naar de club. Daar zitten ook nog steeds 100 leden in. Staan we ook nog op de ranglijst? Sowieso wel. We gaan gewoon even kijken. Ik ben namelijk heel erg benieuwd. Lokaal Nederland, clubs. En ja, we staan op 58 nu. Dus dat is ook nice. Dankjewel voor iedereen die mijn club is gejoind. Ik zal trouwens wel plekken vrijmaken voor jullie. Zodat er weer wat nieuwe mensen in kunnen komen. Dan ga ik dus even kijken. Helemaal naar beneden. Want je hebt ook nog mensen met 15.000 trofeeën. Heb je dus boven de 6.000 trofeeën. Dan gaan er nu even wat plekjes bij komen. Sorry voor de mensen die ik nu eruit zet. Maar ik wil meerdere mensen even de kans geven. Om ook in mijn clubje te kunnen komen. Dus jullie gaan er... Sorry, maar jullie gaan er even uit. Ik zet er even 5 mensen uit. Dus 5 nieuwe mensen die willen joinen. Join de club Mick. Met op dit moment 16 tot bijna 17.000 trofeeën. Maar je moet dus wel boven de 16.000 trofeeën hebben. Ik bedoel 170.000 trofeeën hebben we bijna. Er zijn dus nu... Als het goed is, kijk staan. Nu zijn er 5 plekken vrij. Dus als je wilt joinen, kan je dat doen als je boven de 16.000 V hebt. Bedankt voor het kijken. En ik zeg, zoals altijd... Nee, ik moet nog even zeggen, volg je me nog niet op Instagram? Doe dat ook. @Mick van YouTube. En abonneer even. En dan zeg ik, Mick out.